Dag dames en heren, goedenavond. Welkom bij Omroep Zeeland Sport met vandaag in de uitzending onder meer voetbal en rugby. Koploper Kloetingen tegen Oranje-Wit in de eerste klasse B. De derby tussen Goes en Hoek in de derde divisie. En rugby in de ereklasse Oemoemoenu uit Middelburg tegen de Hoekers. Ja, zometeen Goes tegen Hoek in de derde divisie, maar eerst in de eerste klasse B Kloetingen tegen Oranje-Wit. Kloetingen is de koploper met 3 punten voorsprong op de concurrentie en met nog 7 wedstrijden te gaan, kan de ploeg van trainer Marcel Laurens zich geen misser veroorloven tegen de ploeg uit Dordrecht die 6e staat. Veel blessures bij Kloetingen, met name in de verdediging, waardoor Laurens een andere opstelling moet bedenken. Rico van Niele, Jerome Manahua en Job Dekker zijn geblesseerd, Ede Milo is geschorst. En dat betekent dat Roy Mulder en Jeroen de Jonge het centrale duo achterin vormen. Van de Pitten. Dijkstra. Dano Laurens kan net niet bij de bal. Het is een van de eerste kansen van de wedstrijd. De corner van Dijkstra. Dit is Hubrechtse. Oranje-Wit krijgt de bal niet weg. De inzet van Laurens. Misschien nog een keer Hubrechtse. Komt de bal bij Klaas van Hekken. Nou, keertje schieten zou je zeggen. Dit is Valentijn van Keulen. En de bal wordt gered door de keeper van Oranje-Wit. Marnix van Vuren. Kloetingen nog steeds in de aanval. Van de Pitten. Nou, nu dan de 1-0. Weer niet. Weer een kans voor Valentijn van Keulen. En zo krijgt Kloetingen toch kans na kans. En Oranje-Wit komt er maar niet uit. Dijkstra. Nou, nu dan van de Pitten. Ook niet. Hoeveel kansen heb je nodig om de score te openen? Dit is Thomas de Rijke. Wordt neergehaald. En dan zegt scheidsrechter Ron Huizen dat de bal op de stip gaat. Penalty. Maar er zijn protesten bij Oranje-Wit. Zij zeggen de overtreding is buiten de 16 gemaakt. Laten we eens kijken. Ivar de Boer zet inderdaad de tackle in buiten het 16 meter gebied. Dus Kloetingen krijgt ten onrechte een penalty. Laurens achter de bal. En dan is het wel 1-0 na 32 minuten spelen. En zo komt Kloetingen op een beetje goedkope manier aan de voorsprong. Wel prima binnengeschoten. Dit is de Winter. Dijkstra. Op Thomas de Rijke. Laurens in positie en Laurens puntert hem binnen. En dan is het 2-0 op slag van rust. Weer een goede spitse goal van Dano Laurens. Wat is hij belangrijk op 18-jarige leeftijd voor de zaterdag eerste klasser. Hij heeft een neusje voor de goal. Hij heeft wel een beetje geluk dat de keeper niet redt. Lekker zo'n goal op slag van rust. Hier gaat Kloetingen nog een keer. Die bal is net iets te scherp. Komt bij Jeffrey Dijkstra. De rebound is voor Dano Laurens. In de blessuretijd van de eerste helft. En dan gaat het snel op het Westerlo Park. Doelpunt nummer 21 alweer van Laurens. Dijkstra denkt, laat ik het eens een keer proberen. Hier redt de keeper in eerste instantie. En boom. Zonder na te denken op de pantoffel. Dano Laurens. Zien ook opa en oma Laurens. Wat leuk dat zij erbij zijn. Zij zien hun kleinzoon 3 maal scoren. Maar Dano Laurens gaat weg bij Kloetingen en wordt opgevolgd door deze man, Ruben de Jager. Komt over van Hoek. Comfortabele voorsprong dus voor Kloetingen aan het begin van de tweede helft. En dit is zowaar Oranje-Wit via Mike Langerak. En dit is de eerste keer dat Kloetingen doelman Mitchell Bravard moet redden. Dit is Dijkstra met de voorzet. Komt bij Thomas de Rijke terecht en ook hij pikt zijn goaltje mee. 4-0. De voorzet van Dijkstra. Van de Pitten raakt hem niet helemaal goed. Maar de Rijke is stand-by en prikt de goal binnen. Dan een opvallende wissel. Links ziet u Thomas van der Houten, de oud-profvoetballer van onder meer Telstar. Hij speelde bij Spakenburg en bij AFC in de tweede divisie. En hij gaat op 31-jarige leeftijd debuteren in het eerste van Kloetingen. Speelde als jongetje tot zijn 12e bij Kloetingen, ging daarna weg. En speelt sinds dit seizoen in het tweede team van Kloetingen. Maar vertelde tegen de trainer, als je me nodig hebt, dan ben ik er. En hij is vandaag nodig vanwege veel blessures achterin bij Kloetingen.
van Hekken. Naar de Rijken. Hier misschien Laurens met zijn vierde, maar dit keer redt Van Vuren wel, de keeper van Oranje-Wit. Het blijft 4-0. Een eenvoudige zegen dus voor Kloetingen, met opnieuw een hoofdrol voor Dano Laurens, die volgend seizoen voor Jong Sparta speelt. Laurens scoorde dit seizoen in 20 wedstrijden maar liefst 21 goals, waarvan dus 3 tegen Oranje-Wit. En natuurlijk hadden er nog wel meer kunnen zijn, maar maakt ook niet uit. Nee, want hoe hoog had de score wel kunnen uitvallen als jullie werkelijk alle kansen benut hadden? Ja, zeker 8-9-0. Dan misschien wel de dubbele cijfers als we alles hadden gemaakt. Maar het is natuurlijk ook gewoon een heerlijke overwinning. Ja, want het was een hele makkelijke middag, hè? Ja, zeker. Oranje-Wit die stond natuurlijk verdedigend. We hebben eigenlijk geen kans gehad. Ik hoorde de centrale verdedigers tijdens de wedstrijd zeggen: we hebben nog geen bal op goal geschoten. En toen aan het eind van de wedstrijd, nou fijn, lekker. 1 balletje op goal. Ja, dan weet je dat het een makkelijke middag is geweest. Zeker als je dan ook nog hoort dat de concurrentie punten verspeelt. Want XRC DZB verliest met 1-3 van RVVH. Nieuwenhoren wint wel met 2-4 van Neptunus Schiebroek. Treuzense Boys gaat met 3-2 onderuit tegen Brielen. Kloetingen heeft nu 4 punten voorsprong op Nieuwenhoren. En er zijn nog 6 wedstrijden te spelen. Terneuzense Boys staat op de 10e plaats. Dan gaan we nog even terug naar vrijdagavond, waar op Sportpark Het Schengen in Goes 1500 toeschouwers de derby in de derde divisie tussen Goes en Hoek bezochten. Dit zijn de hoogtepunten met Tom Druppers. Ruben de Jager ziet daar de vrijstaande Delanois. Uiteengespat op de lat. Ondertussen Roemeratu, van wie het nog maar de vraag was deze week of hij fit was. Maar de vleugelverdediger is fit. En met zijn voorzet heeft hij Tibos gevonden. En dan is het Guillaume Klinkemeijer die de grootste kans van de wedstrijd krijgt. En wederom een uitstekende kans voor Goes. Stefan de Bert kopt. De jongen keert. Zie Vlaamse ploeg nog weinig laten zien in de wedstrijd. Maar misschien wordt het hier wel in de wedstrijd geholpen. Want Klap heeft al geel. Maakt hier een overtreding op Delanois. En 2 keer geel, dat is rood. En na exact een uur spelen moet Goes dus met een man minder verder. Ondertussen is het wel Hoek dat hier op de counter eruit is. Goede mogelijkheid voor Impens. Aanvoerder, handen voor het gezicht. Want de bal links voor het doel langs. En dus hoeft Lentik niet in te grijpen. Jardel Constantia. Zijn schot wordt geblokt. In tweede instantie. Het is raak. 89e minuut. Hoek op voorsprong. Inmiddels Silvio Hagen. Topscorer van Goes die niet fit genoeg was om aan een wedstrijd te beginnen binnen de lijnen. En hij krijgt hier de bal. Goede kans, maar hoog over het doel. Hoek blijft op de 5e plaats staan en Goes zakt naar de laatste plaats. Jean-Paul de Bruin uit Hulst, en dan hebben we het over biljarten, is voor de 3e keer in zijn carrière Nederlands kampioen driebanden geworden. De Bruin won in de finale in Berlicum van 21-voudig kampioen Dick Jaspers. En de Bruin rekende in de allerlaatste set af met Jaspers door een serie van 7 karambols achter elkaar te maken. Eindstand in sets 4-3. En de Bruin werd eerder in 2008 en 2013 al Nederlands kampioen driebanden. Al het hele seizoen probeert Oumoumounou het hoofd boven water te houden in de hoogste klasse van de rugbycompetitie. Tegen de Hoekers uit Hoek van Holland vecht de ploeg uit Middelburg voor een van de laatste kansen op handhaving. Het verslag vanaf Sportpark De Sprong is opnieuw van Tom Druppers. Oumoumounou al vroeg in de wedstrijd met de rug tegen de muur gezet door de Hoekers. De ploeg die nog geen wedstrijd verloor in de degradatiepool van de Ereklasse. En de goede vorm die willen de bezoekers uit Hoek van Holland natuurlijk meenemen tegen Oumoumounou. En via een gedrukte drijving Kevin Lensen worden die intenties meteen kracht bijgezet. Ook de daaropvolgende conversie wordt benut. Dan is het dus 0-7 al na 2 minuten in de wedstrijd. Maar dan laat ook Oumoumounou zich mondjesmaat zien op de helft van de Hoekers. Hier Gabo Besuijen. Speler van Oumoumounou die dit seizoen debuteerde in het Nederlands rugbyteam. Hij wordt gestuit, maar dan krijgt Oumoumounou een penalty kick. En die wordt van grote afstand knap binnen de palen geschoten door Joey Luitwieler. Hij doet dus wat terug namens Oumoumounou. Dan is het toch tijd voor een time-out, want na de benutte penalty kick van Oumoumounou is het toch weer de Hoekers dat de overhand heeft en dat ook laat zien in de score. Achterstand voor Oumoumounou bedraagt 3-14.
En hier laat de Hoekers nog maar eens zien waarom het de nummer 2 is van degradatiepool van de Ereklasse. Een snelle counter waarin kracht en snelheid gecombineerd worden met uiterst goed samenspel. En dat leidt tot een nieuwe try gedrukt door de Hoekers. Wederom Lentzen achter de bal. Prima tussen de palen geschoten. Een bepaald tijdenstand dus op 3-21. Vlak voor de rust. Hier is goed te zien dat het krachtsverschil groot is. Want al beukend baant de Hoekers zich een weg door de defensie van Oumoumenou. En dan nog een meter verwijderd van de trylijn is het wederom Lentzen die de bal over die trylijn heen mag drukken. Een ware plaag voor Oumoumenou is hij in de eerste helft. Na rust eenzelfde spelbeeld met de Hoekers dat beter is. Oumoumenou dat moeite heeft met scoren. Maar dit is misschien net zo vervelend als de achterstand. Want hoor de schreeuw van Gabo Besuijen. En hij moet met een knieblessure naar de kant. Laten we hopen dat het meevalt. Want hij kent een goed seizoen bij Oumoumenou. Maar dus geblesseerd naar de kant. Zit in de slotfase van de wedstrijd. Nog een paar minuten te rugbyen. De vermoeidheid slaat toe bij Oumoumenou. Hier te zien, want ruimte weggegeven in de breedte. En dan is het Chris van Ieperen die de try mag drukken. En er 3-59 van maakt. Uiteindelijk drukt de Hoekers nog één try meer. Voor Oumoumenou eindelijk uit het lijden verlost wordt door de scheidsrechter. Dat gebeurt hier bij een 3-68 stand. Oumoumenou verliest op het eigen veld ruim. En heeft met nog 2 wedstrijden te gaan een waar wonder nodig voor handhaving in de Ereklasse. Ja, kansloze nederlaag dus voor Oumoumenou. En de kans dat de club gaat degraderen is groot. Relegation is probably high on our agenda right now, but there's nothing more we can do. We've lost the points. We needed to win Utrecht to have a decent chance. So these next two games are games we still want to win, but the relegation I think is on the page. Ik zie een beetje berusting op jouw gezicht. Klopt dat? Nou ja, weet je, je moet ook gewoon accepteren. We hebben gegeven wat we konden dit seizoen en we hebben gewoon heel veel blessures gehad. Ja, wat ik zeg, het lukt gewoon allemaal net niet. En dat is gewoon, kan heel frustrerend zijn, maar ja, we proberen ook gewoon de positieve dingen eruit te halen. Er geldt een zware degradatieregeling omdat de Ereklasse volgend seizoen uit minder ploegen bestaat. 4 ploegen degraderen rechtstreeks en zo is het doek al gevallen voor Groningen en Amstelveen. En Oumoumenou is zo goed als zeker de volgende ploeg. Tot zover Omroep Zeeland Sport voor vandaag. Ik wens u nog een hele fijne zondagavond en graag tot volgende week.